Meneer. Ja. Waar gaat u naartoe? Ik ga naar Westblaak. Wat gaat u daar doen? Ik ga ijs verkopen. Mag ik met u meelopen? Net wel. Wordt het druk? Ik denk van wel, 29 graden vandaag. Hartstikke druk. Ja. Wat voor shirt heeft u aan, meneer? Ja, dat zijn mijn prijzen. Ik heb 3 maten. Dus ja, zonder humor is het geen leven, ja. Zou ik kunnen zeggen. Het moet kunnen, ja. Dus een kleine schaafijs is 2 euro? Ja, en een middel. Alle mannen willen medium, dat weet je. Dat is de lekkerste. En die kan je blijven likken, die raakt nooit op. Zo komen mijn klanten op me af, ja. Gaat maar goed. Ik heb om mijn omzet, hè, door mijn shirtje. Mijn vader staat bij de korte lijnwand trouwens. Hè? Uw vader? Ja, alleen 3 mensen hebben vergunning. Hij staat al 26 jaar daar, geloof ik. Ook met schaafijs? Ook met schaafijs, ja. En is dat echt typisch Surinaams, schaafijs? Dat is eigenlijk Indonesië. Je hebt, in Suriname hebben ze zoveel bevolkingsgroepen, vandaar hebben ze het meegenomen. Wat vindt u zelf het lekkerst? Orchade en kokos, dat is de lekkerste. Met een klein tikje cola erop. Mijn neef is ook op pad, hè? Ik zie ook op de Westblad, denk ik. Het is echt een familiebedrijf? Ja, familiebedrijf. En maken jullie veel money? Dat is geheim van de smid. Kan ik nou niet zeggen, maar het gaat me goed. Ik kan het wel overleven. Wat vindt u het leuke van uw werk dan? Nou, schaven, kinderen helpen en zo. Iedereen is geïnteresseerd. Zo, ik moet even de telefoon opnemen. Je krijgt bestelling. Ruby. Bij Rogusenstraat sta ik. Moment. Hé, hey, wacht maar bij Westblaak. Jij, ja, is een camerateam met me mee, joh. Ja. Maar hier in Nederland moet je alles betalen, hoor. Staanplaatsverkeuring. Kamer van koophandel, registratiekantoor, staanplaatsvergunning. Nou, en dan komen sommige mensen komen vragen wanneer is het gratis. Ja, echt? Dat word ik, hoor ik elke dag op hoofd. Wat zeg je dan? En je weet al welke groepen mensen dat zijn. Oh, meestal zeg je in Marokko is alles gratis, ja. Ja, Marokkanen willen alles gratis. Alles gratis. Ongelooflijk. En wat zegt u dan? Ik zeg, binnenkort ga ik ook naar Marokko. Ik heb gehoord, alles gratis daar. Warm, hè? Oh. Zelfs de ijsboer heeft het warm. Klaats met pepper, klaats met de nether, yeah, klaats met de fur, klaats met de summer, klaats met de winter, klaats met de sun, klaats met de water, me know you're not, it's a fish in the air, all of the tiger, I'm a big hunter, move on the beast, better than shelter, me fall on me, I'm a young youngster. Hoeveel ijsjes verkoop je op een dag? Heel die blok gaat op, hoor. Dat is ongeveer 200. 200 ijs per dag, gemiddeld. En dat doet u elke dag? Elke dag. Dat is een goede business. Ja, het is op de drukste plek van Rotterdam. Dat is echt... Het gaat me goed. Als ik naar huis ga, heb ik geen ijs meer. Hoe vind je de prijzen, chef? Hoe vind je de prijzen? Ik heb nieuwe prijzen. Hier toch? Oké. DJ. Ja. Ik zie daar
enkelbandje, wat is dat? Ik heb alleen geplast tegen boom, heb ik 21 maanden vastgezeten. Alleen voor plassen tegen boom, hè. Je kan ook pinnen bij mij, hè. Oh, dat hoeft niet. Oh. Dat zou ik doen. Hier, ik kan het afgesteld op 2 euro. Nee. Ze denken, het is echt een draadloze pinapparaat. Maar het is een enkelband. Het is een enkelband, ja. Moet ik 3 jaar om mijn been hebben. Ja, je kan pinnen bij mij, hè. Het is afgesteld op 2 euro. Doe maar. Ja. DJ, ik ga er vandoor. Ja, nou, heel hartstikke bedankt dat je met me mee bent gelopen en zo. Zo te zien wat ik dagelijks doe en zo. En ik hoop dat vele kijkers dat gaan zien. Wil je nog wat zeggen tegen de kijkers? En zo duur ben ik ook weer niet. Werk ze nog. Oké, dank je.